Welkom bij Let's Play Wario Land Shake It! Oftewel, Wario Land Shake It mensen. Welkom allemaal, we gaan verder met level 1 van Area 1. Zoals je ziet, we kunnen nog niet verder. En dit is trouwens een stupid easy view. Nou, dat ding zit dus gevangen. Als je deze speelt, nou hier kunnen we even zien wat je allemaal moet. Dan kunnen we naar level 2 als we deze halen. En dan vliegt hij naar het level toe. Hoe die dat doet, geen flauw idee. Volgens mij met die telescoop of zo. Jongens en meisjes, dit is Stone Carving City. Een best makkelijk level, maar je moet wel goed opletten. Want hier zijn de schatkisten toch nog een stuk moeilijker dan bij level 1. Oh jee, dit is een moeilijke missie. Die kunnen we nu wel halen. Vroeger vond ik dit echt een hele moeilijke missie. Want de bedoeling is dat je 3 keer op een Benderos head doet. Ja, dat is echt heel moeilijk. Dat heb ik vroeger heel veel problemen mee gehad. Oh, ik zie het. Het is echt moeilijk. Jammer. Kom op. 3 keer scheepsrecht. Ai. Ai. Ah, kom op. Nou, we gaan er 1 keer proberen. Hup. 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 En jump off 3 banners in een row. Wat hebben we nog meer nodig? Coins en ja, tijd. Zie je wel, dan moet je finishen voor de klok op dit staat, weet je wel. Oh, hier is nog een geldzaak. Jij moet even van de kant. Ik wil eerst deze hebben. Er bestaan ook grote geldzakken hoor. Daar zit wat meer money in. Maar hier zit ook wel aardig wat in. Tenminste, je wil ze niet missen. Er zit wel geld in die je nodig moet hebben. Nou, en dan moet je dus schudden op een plek waar de munten niet kunnen ontsnappen. Dat is wel een grote gouden tip. Wat je hier moet doen is... Volgens mij zit hier een... Nee, geen diamant. Een diamant levert 100.000 munt op. Nou, niet echt 100.000, maar die levert heel veel munt op. Die wil je dus wel graag pakken. Zie je een diamant? Pak hem dan ook. Dat is echt een grote tip. Die moet je echt pakken. Oh, die beestjes zijn zo irritant. En die kunnen hier niet eens wat doen. Dus waarom zitten die eigenlijk in het level? Alleen maar voor de irritatie van de mensen. Zo irritant is dat. Ah. Ik heb trouwens niet het hele beeld erop. Ja, ik heb wel het hele beeld erop hoor. Eens even kijken. Wat moeten we hieruit vreten? Moeten we deze geldzak moeten we openen? Eens even kijken. Deze beestjes die doen dus niks. Net zoals deze gele. Die doen ook helemaal niks. Alleen die springen. Nog irritanter. Nou, hier is dus een grote geldzak. Daar wil je geen coins van missen, want het levert best wel veel coins op. Ik hoef nu dus alleen maar coins en tijd en de schatkisten, maar de schatkisten, het komt vast wel goed. Uh-oh. Ja, kijk. Oh, wel goed. Mooi. Auw, dat deed pijn. Niet grappig. Hoe pak je die? Nou, niet moeilijk. Je rampt er gewoon zo'n bendero tegenaan. Uppakee. Kom op. Gelukkig hebben we nog één. Het zou niet best zijn als we niet nog één hebben. Hier moeten we dat supersnel ding eigenlijk wel houden. Want dat supersnel ding is best handig. Want daarboven zien jullie allemaal coins. Zien jullie daar? Die kunnen we dus laten krijgen. Volgens mij is het hier een schatkist. Hoe wist ik het? Een schatkist. Wat zou erin zitten? Een terracotta suit. Wow, dat is wel mooi op zich. Vet cool. We moeten hier volgens mij naar beneden. Ja, hier moeten we naar beneden. Met de buis. Hier komt straks een diamant. Maar allereerst is hier een mooie geldzak die we ook niet echt willen missen. Tot nu toe alle coins gepakt. Het blauwe ding, dat is een checkpoint. Als je doodgaat, kom je hier weer terug met alle coins die je tot nu toe verzamelt. Oei. Wij moeten hier niet schudden. Wij moeten gewoon dit doen. Als we hadden geschud, was dit ding ook stuk geweest. En dan hadden we een mooie grote geldzak gemist. Dat wilden we niet, dus ja. Nou. Deze geldzak is bijna pronto. Nee, goed zo. Tot nu toe hebben we alle coins. Ja, jij moet al flateren met je gespring, met je gejump.
Nou, die levert dus 10.000 coins op, die diamant. We hebben meteen de coins missie bijna gehaald. Oh, nou, hier kunnen we terug. Waarom weet ik niet, want ik hoef helemaal niet terug. Eens even kijken. Ik kan me herinneren dat hier nog ergens een schatkist was. Oh, daar. Oh, die was ik bijna vergeten. Ja, mijn broertje zit hier naast me en die zat wat op het leren. Ik wist niet waar die was. Christuskeel, wow. En die had het dus over de schatkist. Bedankt. Uh-oh. Nou, hier komt het dus wel om tijd. Je moet heel snel. Onder de 2 minuten moet je finishen. Wat? Onder de 2 minuten? Jeetje, dit is best wel snel. Je kunt met het mintje even pauze zetten. Dan kun je even kijken hoe het hier allemaal... Oh. Dat is niet zo best wat ik nu heb gedaan. Ik heb namelijk coins gemist. Dat is echt niet zo best. Dat is echt niet zo best. Nu moeten we dit level nog een keer doen. Oh nee, hè? Moeten we dit serieus nog een keer doen? Nou ja. Weet je wat? Ik ga het nu gewoon super skills doen. De coins en de klok is niet zo... Oh, we hebben de strafkist gemist. Oh. Weet je wat? We gaan gewoon eerst level 2 doen. En dan hebben jullie natuurlijk weer wat nieuws te zien. En daarna, als we die koning hebben gehaald, dan gaan we wel even terug naar de schatkist en zo. Want ik heb hem gewoon gemist, kan er niks aan doen. Ik ga hem heus nog wel pakken, maar dat komt gewoon als ik de koning gehaald heb. Dus als jullie op YouTube aan het kijken zijn van hoe pak ik de schatkist, ga even naar de koning toe. En na de koning zal ik level 1 vervolgen. En dan zal ik de rest pakken die ik nog gemist heb. Dan weten jullie dat even. En daar gaat mijn mooie geldzak. Naar de maan. Nou ja, ik hoop dat ik de coins nog kan halen. Boeit niet zoveel dat ik de geldzak kwijt ben. Maar ik moet nu eigenlijk geen coins meer missen. En dat doe ik nu wel. Nee, dat doe ik niet. Ah, misschien ook wel, boeit niks. In ieder geval, ik moet nu geen coins meer missen. Boom. Kapot. Auw. Volgens mij had ik die nodig. Gelukkig heb ik hier nog een bakbeest die speciaal voor me nog wil werken. Hallo grote geldzak. Wat een groot geboefte, hij is vet zwaar. Boom. Nu hoop ik dat ik niet te laat ben, want dit is mijn geldzak naar de maan. 2 gouden geldzakken. Woe, ik ben rijk. Kom, ga dicht, dikzak. Ja. Hoppakee. En deze nog. Wat ben ik toch professioneel. Nou. We hebben hier nog een gouden munt te pakken. Boom. 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 Nou, wij moeten hierheen. Eens even kijken. Deze dit kanon kun je gewoon afschieten waar je maar wilt. Nou, boeit niet zoveel. Hier is een secret map. Even dat jullie het weten. Oh. Kon ik weten dat daar niks was? Kom op. Oh, ik zie het al. Kan ik daar niet heen? Misschien kom ik... Ja, oké, daar kan ik misschien wel heen. Ja. En jongens en meisjes. Hier is de secret... Waar is mijn coin? Kom op. Ja, daar is de secret map. En daarmee unlock je een geheel nieuw level. Wat meestal heel veel missies heeft. Dus die ben ik wel blij dat ik die nog weet. Want de meeste weet ik niet eens meer. Maar... En we hebben een secret map. Die hebben we wel nodig. Dat zal ik jullie nu alvast vertellen. Die hebben we echt nodig. Ah! Oh, deze ding is zo zwaar, hè. En dan loop ik zo verrekte traag. Nou. Het is al
gaan we klaar. Laat maar. Wat zit daar? Ik zal het gaan proberen. Zal wel een beestje zitten. Oh, wat donder jij. Niet belangrijk wat het ding wil. Wij komen hier bij een treasure. Een schatkist. En dan hebben wij hier een schatkist. Cheese piramide. Nou, wat zijn we weer lollig. Een cheese piramide. Oh. We gaan gewoon weer verder. Het kan ons niks schelen. Au. Bedankt. Hartstikke bedankt. Hier is nog een geldzakje. Octo geldzakje. Sorry, dat was wel een hele flauwe grap. Nee, wat gebeurt er? Ja. Hop. En we hebben een Liquid Gillis. Geen flauw idee wat het is. Echt geen flauw idee. Het boeit me eerlijk gezegd ook niks. Als we die schatkist maar hebben. Dat is het belangrijkste. Nou, we gaan gewoon verder. Oh. Hier is volgens mij later ook iets in tijd of zo. En ik weet zeker dat hier een diamant is. Je kunt alvast even inhouden en dan kun je beter richten. Het is beter dus dat je eerst even de twee even inhoudt en daarna pas gaan richten. Tenminste, dat doe ik altijd. Dan is het een beetje simpeler. Hoef je niet uit te rekenen van wanneer gaat dat ding precies. Dan heb je het alvast uitgerekend, snap je? Kijk, nu weet je niet precies wanneer. Dan moet je helemaal terug. Oh, dat kon dus ook begrijpelijk. Oh jee, wat doe ik? Wow, die gaan snel. Ah, oh, we hebben checkpoint. Mooi zo. Wat je doet is, je maakt dit eerst open. Want we moeten nog de tijd. Ah, bomblocks. Oké, die doen we dus later in het spel als we de koning verslagen hebben. Coins en tijd. Dat moeten we hebben. Oeh, die moet je nu al pas schudden. Oké. En als je naar achteren gaat. Uh-oh. Dan heb je een supersnel ding. Hoe moest dit ook alweer? Oh ja, zo. Hoppakee. Collect al 30 coins. Ja, ik moet wel even soms stilstaan hoor. En wij kiezen niet voor de tijd. Wat doen we? We hebben schatkist en de tijd gemist. Wat ben ik er weer klunzig vandaag. Nou ja zeg. Net de tijd niet gehaald. Geen schatkist. Geen ja, muntjes hebben we wel. Dat is dan wel weer een lichtpuntje in het donker. We hebben wel de muntjes. En we hebben volgens mij twee schat. Ja, twee schat. De volgende keer gaan we de schatkist, de tijd en de straalhaal bomblocks doen. En die secret... Ja, we stappen nu om met de aflevering, maar... In ieder geval, we hebben wel een secret map gepakt. Wij zijn hier... kijk, zie je? Dat zei ik al. Secret labs hebben meestal heel veel missies. Ik zal wel even laten zien. Tijd, zonder geraakt te worden. Coins, the golden enemy, all bomb blocks. En we moeten 5 knoflooken teentjes vreten. Nou, dat is dus de missies. En... De volgende keer gaan we denk ik verder met gewoon de normale weg. En denk ik dat we na de koning eventueel nog wat schatkisten, wat missies gaan pakken. En dat we dan ook nog het extra level gaan doen. Maar dat zien we dan wel weer. Ik ga nu verder met een andere let's play misschien. Ik weet niet. Maar we hebben al 7%, 6%, 2%. Dat is de tussenstand. Ik sluit nu af. Ik zie jullie de volgende keer bij de volgende opnamesessie. En ik zie je de volgende keer. Doei!